Anders kan ik jullie wat vragen. Mag ik wat vragen? Als je naar me kijkt, denk je dat je mij zou kunnen helpen naaien? Waarom moet ik dat doen? Waarom niet? Je bent vrouw, ik ben man. Ik heb je nodig, je hebt me nodig. Mijn ding is los. Ik wil dat strakker maken. Ja, waarom niet? Yo, maar helpen naaien. Suriname. Ik weet wat je denkt. Naaien. Suriname, een land vol met mensen die kleren kunnen naaien. Een land vol met mensen die kleren kunnen stikken. Een land vol met mensen die dat ook willen doen. Het is normaal, het is de natuur. Al die bomen, die takken, die groene dingen die je ziet, is productie, is produceren. Een land vol met productie. Dus dat zal je wel afvragen. Wat heeft Viero gerookt? Wel, bij deze kan ik je nu zeggen, ik heb niks gerookt. Oké, dus haal het uit je hoofd. Hij en ik, we zijn eigenlijk bezig met een bepaalde project. Het heeft wel te maken met de fysiek contact. Weet je, het is een syndroom, zo noemen we het, losmaken syndroom. Dus eigenlijk, we hebben een bepaalde ziekte waar we... Ja, ik ga gewoon eerlijk met u zijn, gewoon eerlijk. We hebben iets los. En de dokter vereist dat we een dame nodig hebben om het strakker te maken. Dus bij deze... Nee. Jongen, ik vind het koffie. Nee, luister. Je moet eerst luisteren. Het is misschien wel een oncomfortabele vraag. Maar ik heb eigenlijk als man, natuurlijk hoe de man werkt, heb ik... Anders kan ik jullie wat vragen. Mag ik wat vragen? Als je naar me kijkt, denk je dat je mij zou kunnen helpen naaien? Een bepaalde losheid. En ik denk dat u mag helpen met strakken, want ik zie dat u ziet er best oud uit, u best ervaring. Ja, dat wil je weten. Zou u mij helpen kunnen naaien? Ik ga het volgen. Nee, ik bedoel dit. Ja. Het is een normale vraag. Waarom niet? Je bent vrouw, ik ben man. Ik heb je nodig, je hebt me nodig. Mijn ding is los. Ik wil dat strakker maken. Ja, waarom niet? You're a victim. Ik wil mij helpen naaien. What do you mean by that? Mag ik je wat vragen? Het is wel een misschien een rare vraag, maar... We begrepen, kijk, van man naar vrouw. Eerlijkheid, van man naar vrouw. Weet je, we hebben onze dingen nodig om bepaalde dingen strakker te maken. Yeah. En... Mijn ding is eigenlijk los, dus daarom wil ik je gewoon eerlijk vragen. Zou je me kunnen helpen naaien? Want jij lijkt wel echt met ervaring en ik denk dat je echt snel bent met de hand. Dus ik kies jou, boy. Zou je me kunnen helpen naaien? Ze kan je nu maar niet. Nee. Je zegt, je wil me helpen toch? Nee. Je wil me echt niet helpen? Je wil me niet helpen? Kijk hier van, je wil mij echt niet helpen met mijn kleren. Kom hier van hier, man. Ik kom naar jou, je komt naar mij. Je lacht. Als je echt een last zeg je eigenlijk aan jou. Maar als je naar me kijkt, denk je dat je mij zou kunnen helpen? Nee. Waarom niet? Ik denk het niet. Waarom niet? Hoe niet? Wat, is er iets mis aan me of zo? Zijn dingen los? Nee. Waarom niet? Heb je een vriend of zo? Het is maar naaien. Precies, er wordt niks gebeurd. Het is alleen naaien. Iets zeg maar dat je me wel heel goed kan helpen, boy. Zeg voor mijn kleren, wat had je eigenlijk in mind? Wat ik in mind heb? Je mag me vragen met de helpen naaien. Ja. Ja, maar wat had je in mind? Dit. Ja, joh. kan ik wat vragen? Ja. En eigenlijk, het is wel een oncomfortabele vraag. Dacht ik zo je vragen, ja. Kan je me helpen naaien? Hela. Hey, ik film dat ding. Ik word niet gaan filmen. Nee. Vandaag ben ik ga met de bus naar huis. Je kijkt naar massa. Je kijkt naar massa. Je moet werkelijk kalpen. Je gaat niet veel liever, mevrouw. Je leek wel een ervaren dame. Weet je hebt ervaringen opgedaan met de jaren hier. Ik kom pas uit mijn ei. Dus jij zou me heel goed kunnen helpen naaien. Ik denk het. Jawel, ik denk het wel. Alles zit zo strak, de mijne is nog los. Ik denk het
Hoe oud ben je? 20. 20. Kan je gewoon vragen. Als je naar mij kijkt, denk je dan dat je me zou kunnen helpen wat ik je ga vragen? Nee. Ik zou je eigenlijk vragen, kan je me helpen naaien? Ik denk het niet. Maar iets wat ik vind. Ik vind als wij mensen, we moeten elkaar helpen. Ja. U helpt mij. Ja. Ik help u. Ja. Dus het zou kunnen. Kan ik u maar niet meer om me te helpen? Ik denk het niet. Iets zeg maar dat... Ik denk het niet. Iets zeg maar wel dat het gaat lukken. Hé, waarom wordt het gefilmd? Hij wordt niet gefilmd. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb hulp nodig. Jij bent van YouTube, hè? Nee, ik ben niet van YouTube. Jij bent het, nee, ja? Nee, is mijn tweeling, broer. Jij bent het. Hé, waarom zeg je dat? Zeg maar, ik kan met me praten. Ik wil een reden, anders wil ik niet weglopen. Weet je. Ik vind, het is een goede kans dat ik jou kan vragen. Dus je gaat mij helpen. Is die heer van YouTube, hè? Ja, toch? Ik ben geen YouTuber. Ja, ja. Is het? Is dat, hij wordt ergens gefilmd, hè? Oké, waar is die camera? Weet je niet. Mevrouw, let's go to the point. Help iemand met naaien, my God. Het gaat niet lukken, hoor. Sorry. Een hele fijne... Dus ik kan niet? U kan niet? Bedoel, ik kan niet naaien of je wilt me niet? Ik kan niet. Ik kan je niet helpen. Ik kan me niet helpen. Maar je hebt een piercing op je tong. Ja, dat maakt niet uit. Dat is punt 100. Je doet zomaar moeilijk. Help u me. Ik ga niet kunnen. Mijn dingen zitten los, mevrouw. Oké. Ik zal iemand voor je regelen. Guys, het is duidelijk dat ze nog geïnteresseerd is. Mensen, voortaan als ik jullie krijg op straat of zo, als je niet geïnteresseerd bent, loop AUB weg. Want als je blijft staan, ga ik denken, you want some. You know, it's simple. Oké, kan ik je nummer nemen? Mijn nummer, ik ga je iemand anders nummer geven. Oké, geef me nummer. Die mensen denken, mensen, komen te jullie. Denk je echt dat ik die mensen dat vraag? Nee, je bent gewoon nasty, dat is het. Dus voor iedereen die titel heeft verliezen en dacht van, die jongen vraagt die mensen echt wel wat. Je bent gewoon nasty, dat is het. Ga je mind schoonmaken, you nasty punk. Je bent gewoon nasty. Nee. Wat? Er is iets mis. Wat is los aan me dat je me niet zou kunnen helpen? Gewoon zo. Maar is er iets mis aan me dat je me niet zou kunnen helpen? Nee. Je kan me niet helpen of je wil me niet helpen? Of je kan wel, je kan wel naaien. Jongen, maar je hebt me naaien. Ik kan zijn moeder straks. Ja, camera. Doe. No, camera. Doe. No, or is het niet? No. Mina, you. You're my Mina. Ik ben een Mina. Ik ben een Mina. Hoe oud ben je? Als ik zonder disrespect hoor. 20. Hoe oud ben je? Oké, daar ga ik het maar bij jou doen, maar ik ben ook een beetje, ik ben ook 21. Het is eigenlijk van eerlijkheid, gewoon van man naar vrouw. We hebben onze dingen nodig. Dingen moeten strakker worden. Zou je me kunnen helpen naar je? Nee. Ik luister. Kijk, ik moet je iemand nummer geven. Wiens nummer ga ik geven? Dat is het toch, je moet me geen man geven. Om Ali. Maar een nummer geven. Precies, je moet je nummer geven. Alleen vrouwen kunnen me helpen hier. Echt, ik ben serieus. Wil je me nog steeds niet helpen naar je? Nee. Wanneer? Wil je me nog steeds niet helpen naar je? Met mijn kleren? Nee. Ik ga je kleren. Ik zeg stikken. Dit is een prank. Ik weet voor een feit dat je dat niet in je hoofd had. Huh? Je had iets anders in je hoofd, toch? Wat had je nu? Ik dacht seks. Oh ja, weet je, dat soort dingen. Nee, ik heb mijn vrouw dus. Ik ben loyal. Oké, dan kunt u me nu wel helpen. Ja, ik ga je wel. Nee, ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Er wordt nergens op filmen, vrouw. Fijne dag verder. Fijne dag verder. Be safe. Wilt u mijn handtekening? Ik maak een grap. Boom!
Zo doe je. Tegen me taka John. Hello man. Hey. Wacht, je kan niet. Je kan niet naaien of je wil me niet helpen naaien. Wat is het eigenlijk? Je kan niet of je wil niet. Je kan mee, maar je kan wel. Ik kan, ja. Maar... Zie je toch, dan moet je helpen toch, van mens naar mens. Je moet niet egoïst zijn. Hoezo, ik ken je niet. Oké. Okay. Geef me je Insta of zo, je misschien kunnen we dan daar opbouwen. Wat is je Insta, je Facebook? Kan ik je nummer nemen of zo? Misschien kan je mij in de toekomst helpen. Want ik weet dat je me kan helpen. Help de man. Ga je me helpen naar je. Ga je nummer nemen. Je hebt mijn telefoon. Nou, wat is dit hier? Oh my god, jullie blijven maar liggen. Dit is gek. Jullie blijven maar liggen. Ik heb mijn telefoon. Nou, wat is dit hier? Je zak. Nee, je tas. Ik heb niet. Doe ga je naar huis. Beste. Dat wat doe je nog steeds hier? Zie je? Ik wou een busje. Wat is het? Je bent hier omdat je mij gaat helpen. Oké, okay, ik ga niet veel praten. Heb je misschien een Facebook of een e-mail of zo? Wat is je Facebook? Oké, okay, ik kan je daar contacten. Ja. Dan misschien kan je me helpen. Ja, misschien. Oké, okay, ik wel. Want ik ben toch niet moeilijk of. Misschien wel. Nee, niet moeilijk, maar ik bedoel, je zou me wel kunnen helpen. Ik leek niet los of vast en dat. Gewoon strictly voor. Ja? Oké. Okay. Gotcha, bitch. Wacht, over welke naaien had je het? Ik had het hier over. Mijn kleren. ik weet dat je dit serieus bent. Ik was dood serieus. Nee. Oké. Welke naaien had je in je hoofd? Zeg maar in mijn collega. Isabi. Ik dacht van hoor. Wat had je in je hoofd? Dat doe ik nu. Wat? Panic. Oh, dat. Nee. Ik was dat niet serieus. Je jok. They be lying. Laten we het dus. Catch your ass. You know what I'm saying? En voor al die mensen die kijken, die underage mensen, die mensen die minderjarig zijn. Dit is gewoon een experiment. Dus ik heb het niet eens over die naaien. Dus ik vind als je denkt aan die naaien, ben je gewoon nasty. Dat is het. Ik heb het strictly over. Kan je me mijn kleren helpen naaien? Kijk, mijn touw is hier, mijn naad is hier. You nasty, yes. Ga jezelf checken. You know? Ik weet het. Je hebt niet eens goed gekeken als je me kan helpen. Je zegt ja, nee. Je kan me wel helpen. 20 jaar is een mooie ervaring. Ik weet het. I've been there. Maar waarom niet? Nou, ik snap je niet dit. Oké, dan misschien kan ik je gegevens nemen, je nummer of zo. 115. I don't find you funny. 21 dag. En dan is het pas maar dit boom. Twee. Kijk, elke man denkt zo. Zo houd je gewoon voor de gek dat ze. Elke man denkt. Twee ladies first. Sorry. Dan heb je vast maar op psyche. 3. Wacht, over welke naai heb je? Ik heb wat hier over. Mijn kleren en gelukkig. Ik heb wat over. Nee, zie je mensen? Hallo, Boobusan. Show die get out of here. Die mensen zijn gewoon nasty. Iedereen, mensen, laat me iets leren. Iedereen denkt zo. Ik wil niks horen. Iedereen. Het is. What you looking at? Iedereen, ik weet gewoon, iedereen die nu kijkt, ik weet dat het eerste wat in je hoofd kwam was dat. Weet je waarom? Omdat je nasty bent. Maar dat is normaal, dat is de natuur. Jullie moeten, het moet geen taboe zijn. En anyway, nu mensen, bedankt voor het kijken. Like, share, subscribe. Comment als jullie een part 2 willen. De eerste brengen is heel interessant. Die geeft mijn nummer, die geeft mijn Facebook. Ze willen wel, maar ik wil niet. I'm a loyal man. Mensen, bedankt voor het kijken, like, subscribe. Gaan we weg. Wacht. Keep rolling. Ze komen weer naar me toe. Nee, we moeten weg.